Ik ben Rob van den Bergen en Harry Somers heel dankbaar voor hun niet aflatende steun in deze zaak. De publiciteit die we in het Europese deel van Nederland hebben veroorzaakt, zorgt nu voor veel beweging bij het kabinet. Ook dankzij de gezamenlijke druk van betrokkenen op Bonaire, die hetzelfde doen op hun manier. En dankzij die gezamenlijke druk is de AOV met maar liefst 40% omhoog gegaan dit jaar. Voor mensen met het minimumloon is er voor het eerst een loonsverhoging die koopkrachtbehoud betekent. Niet echt een verbetering, maar ook geen verslechtering. En dat is voor Bonaire al heel wat. De stijging van de kosten wordt nu bijna bijgehouden. En nu is het moment om door te drukken. En dat doordrukken, dat kan niet alleen Onkelbon. Dat moeten we allemaal doen op Bonaire. We hebben uw steun nodig. De steun van alle betrokkenen op Bonaire. En gelukkig krijgen we heel veel steun. Van zowel bedrijven als particulieren, die tot nog toe maar liefst $100.000 hebben gestort in het fonds voor onze rechtszaak. Het is niet genoeg, want de rechtszaak is duur en publiciteit creëren in Nederland is ook niet makkelijk. Voor het komende jaar zullen we daarom weer een fondswervingsactie starten. Deze receptie, die wordt betaald uit de opbrengst van projecten die Onkelbon voor derden heeft gedaan. Die de vrijwilligers van Onkelbon voor derden hebben gedaan. Dus ook dank aan die vrijwilligers die daaraan hebben meegewerkt. En die dit ook mede mogelijk hebben gemaakt. Ik vind het erg leuk dat u er allemaal bent. En ik zou zeggen, geniet nog even van deze receptie. En ik denk dat Herbert nog het een en ander wil vertellen over wat we verder met Onkelbon gaan doen.